Lisanne van der Veen, South Beach is begonnen. In welke hoedanigheid ben je hier vandaag aanwezig? Vanuit de organisatie Lekker Bezig Schiedam. Dus met dat is een nieuw platform in de gemeente Schiedam waarmee wij het sport en bewegen proberen te promoten en onder de aandacht te brengen. Wat is het leuke van South Beach? Dat we op een prachtige locatie aan de Maasboulevard een heel mooi programma neer mogen zetten voor een heel breed publiek van jong tot oud. Dat is heel erg leuk. Even wat activiteiten noemen. Wat gebeurt er allemaal de komende dagen? Nou, vandaag zijn we begonnen met de eerste sportdag. Morgen hebben we bijvoorbeeld ook een seniorenochtend van 10 tot 12. Daarna hebben we het Schiedamse kampioenschap voor de jeugd op het veld wat plaatsvindt. Daarna hebben we nog weer twee sportdagen. En we eindigen uiteindelijk met de regiofinales van het NK Beach Soccer. Met heel veel verschillende randactiviteiten. Ja. Vorig jaar was hier ook South Beach. Als je terugkijkt, hoe is dat toen verlopen? Wat heb je ervan geleerd? Dat we een beetje geluk moeten hebben met het weer. Marvin Jansen met een gele zonnebril op. Komen we zo op van de stichting South Beach. Hoe gaat het met South Beach? Het wordt elk jaar groter. Het wordt elk jaar leuker. Het wordt elk jaar gezelliger. Hoe is dat idee tot stand gekomen? Ja, Rudy Beff is er natuurlijk mee gestart een paar jaar geleden. Dat hebben we dus gedaan. Ik heb Ed en Misha Kemik erbij getrokken. En zo zijn we het wel een beetje aan het uitbouwen, het verhaal. Maar dan even die zonnebril. Zet hem even af en vertel waar hij van is. De zonnebril is van Stichtingjarige Job. Dat is onze stichting dit jaar waar wij geld voor inzamelen. Dus als de mensen hier langskomen, die kunnen een zonnebrilletje kopen voor 3 euro. We doen wat activiteiten waar we wat geld mee inzamelen. De gemeente doet wat. En zo proberen we Jarige Job een beetje neer te zetten. Sander Borgman van Nexus, ook aanwezig op South Beach. Wat gaan jullie doen met de kinderen? Wij gaan de kinderen leren hoe ze korfbal moeten spelen. Door middel van eerst even op de korf te schieten, wennen aan hoe dat is. En dan gaan we lekker met z'n partijen eigenlijk. Maar is dat een koning? Van welke sportschool? Van sportschool Tempkom. Hier. Je bent vandaag aanwezig op South Beach. Wat ga je doen met de kinderen? Nou, we gaan vandaag taekwondo doen. En dan doen we een beetje de basisdingetjes. Verschillende schoppen, stoter erbij. En dan de kinderen mogen zich lekker uitsloven op de kussentjes. Even de vraag der vragen. Vaak zie je jongetjes bij dit soort vechtsporten. Hoe zit het met de meisjes? Nou, als ik kijk naar onze sportschool, is eigenlijk grotendeels bij ons op de sportschool is een meisje. Drukke dag op South Beach, Patrick Lagerwaard, ook van de sportschool aanwezig. Patrick, wat doe jij vandaag? Ik doe wat zelfverdediging clinicjes geven. Dus ik kom in een kwartiertje, wat greepjes en dingetjes. Ja. Hoe belangrijk is zelfverdediging tegenwoordig voor mensen? Ja, heel belangrijk. Ik kom net op de dek zitten.